1, 2, 3, 4. Vlog 4. We leren ons Spaans hè, op die manier. Ongelooflijk. Vertellen in het Spaans. Ja. Ja. Hallo allemaal en welkom in de vierde vlog van seizoen 2. Fijn dat jullie weer kijken. Inderdaad, het is ochtend, dus we nemen onze tas koffie. Dus ja, het was weer ongelooflijke fijne dagen achter de rug, hè? Ja, we hebben zoveel gedaan ook. We hebben zoveel gedaan. Jullie gaan echt jullie zo amuseren met de beelden. Want we zijn, ja, we zijn dus gaan reften. Ja, raften, reften. Ja. In ieder geval wild. Wild. Oh, niet te geloven. Ja, het ziet er wel spectaculair uit, maar dat was het ook wel. Niet ja, altijd. Soms was het ook heel smooth en mooi om in de natuur. Maar soms was het ook wel avontuurlijk. Ik heb me dus ja, doodsangsten weer uitgestaan op sommige momenten. Hé, hey, weer. Ja. 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 Het was blij dat ik dat reddingsvest en die een helm op had. Want, alleen dat al. Ik heb de beelden nog niet gezien, dus ik ben ook heel benieuwd. Yes. Ik kijk de vlog ook altijd pas samen met jullie, nooit op voorhand. Ah, dus, dan gaat je het zo meteen te zien krijgen. We zijn ook terug naar de fiestas geweest van Pinosso. En ook dat zagen jullie ook al in de vorige aflevering. Dus we zijn nu naar een stoet gaan kijken, een stoet die door Pinosso ging. Ja. Dus dat gaan we jullie ook tonen. Ja. En we hebben ook nog gewerkt aan onze casa. Ja, we hebben de tuinmeubelen zijn geleverd. Zoals jullie kunnen zien. Een weekje te vroeg, ongelooflijk. Dat was weer een meevaller. Dat was een meevaller. Ja. En we hebben ook een superleuk dingetje gekocht. En dat gaan jullie meteen al zien, want daar starten we mee. Ja, ja, we hadden iets leuks gevonden in de brokante. Maar je zal het zo meteen wel zien. Ja. Als jullie ons leuk vinden, vergeet zeker geen duimpje te geven aan deze vlog. Te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is voor ons heel belangrijk. Ja. En je mag ook altijd een leuke reactie plaatsen. We lezen ze allemaal en we vinden dat superleuk. Ja, zeg! Mocht wel niet vergeten, de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Wat missen jullie het meest aan België, buiten familie en vrienden? Dat is normaal dat we dat missen. Ja. Ik ga erover nadenken en we komen er straks op terug. Ja, inderdaad. Veel plezier met de vlog. Hola! Het is tijd voor de fiestas de los tamborilineros. Amai, had je daar lang over moeten studeren? Wat betekent dat? Kent je dat niet? Dat is een liedje. Dat is een liedje uit de 90s. Hè? Ah, echt? Zing dat eens. Alexander, zet dat liedje neer eens onder. Ah, oké. Okay. Dan ga ik het wel horen als de vlog online komt. Het is sowieso wel fiesta, daar hadden we wel gelijk in. Dus nu gaan we eigenlijk, er gaat een soort stoet zijn. Dus we zijn benieuwd, we weten niet wat, hoe we moeten verwachten. Is het mooi, is het spectaculair, is het amateuristisch, is het folklore? We weten het totaal niet. Dus we zijn benieuwd, hè? Ja. Oké, tot zover de inleiding van de vlog. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Thank you.
Radar. Het gevoeg dat het nog is. Oh, zijn we niet meer gewend. Poeh. Om zo vroeg op te staan. We staan nu wel mooi niet laat op, maar zo vroeg. Ja. Hoe laat moesten we opstaan? Ik ben opgestaan om 5:15. Ja, ik dacht wel of zeer. Mensen lief. Ik ben wel aan het insmeren, want in die boot, als de zon, dat voelde niet, hè. Ik ben van een week al verbrand hier. Toen ben vergeten in te smeren, dus dat ga ik niet meer laten gebeuren, hè. Een boot noemde dat. Ja, een raft. Een kano. Een kano is het niet, hè. Een kano. Ik kan blijven toch 9 mannen. Maar wat een sensuele beelden. Hey, zeg. Voor dus... dag en dauw je nest uit. Om in te smeren. Om met een boot te gaan varen. Ja, te gaan raften, we gaan niet varen. Ja, ik hoop dat we blijven varen, ja. Raften? Ik wou het nooit doen, want ik vind dat gevaarlijk. Maar zeg, dat is niet zo wild, deze, niet zo wild. Dan zullen we zien of het wild is. Ja, inderdaad, inderdaad. Zullen we zien. We gaan op schoolreis. Zo voelt dat echt. Ja, ik vind dat ook. Maar ja, nu zijn we toerist in eigen land, hè. Dat moet af en toe toch eens kunnen, zeker. En ik vind het fijn. We hebben ons uitgenodigd, dus het gaat wel heel plezant zijn. Dat is zeker. Hè? Ja, wel een beetje avontuurlijk. Toch ben ik bang, ja. Je weet, ik ben niet zo avontuurlijk aangelegd, hè. Niet? Nee, hè. Hoegenaamd niet. En zeker niet op het water. Je moet een helm dragen. Ja. Ah, ja. Dat wil zeggen dat het gevaarlijk is, hè? Dat is ook zo. Ja. Je moet praten als een echte piraat. Harrr! Harrr! We gaan de mensen ophalen. Gaan we de bus op? We moeten de bus op. Nu is het echt een excursie. Ik dacht dat we gingen raften. Ze biedt, hè? Ze biedt, hè? Het gaat gebeuren. Krijg het aan of schoen vast? Ik heb niet te veel vast. Het doet me denken aan een Titanic. Ja, ja, maar ze zijn blij dat je hier wel één hebt. Ah, nee. Een vest hadden ze allemaal, hè? Dat hadden ze. Vest hadden. Een helm niet, hè? Dat had ook niet mogen baten, hè? Dat had ook niet mogen baten, niet, hè? Zet je een helm op, Albert Motard? Prachtig, prachtig. Kijk, en dat is gewoon assortie. Ja? Ja. Allee. Ja, prachtig. Wat we allemaal niet over hebben voor het avontuur. Allee. Tot in de boot, hè? Ik moet u ook wel vasthouden en jij bent er weg. Oh. Dat kiet een gentleman wel spelen. Koud. Ja, hij heeft... niks, hè. Er heb je niks aan. Ja, ik ben er ook. Oh, ja, sorry, Sam. Kom, jongen. Oké. And the people that is on the other side, left hand at the top of the paddle and the other on the left, okay? And you row. Also, very important to row everybody at the same time, okay? Also, if I say row only left, just left side, row. If I say right, the same. Okay, very important. Do you see the plants? The plants? The plants, yes. Yes, very important, don't touch because you can cut. Okay. Also, there are two waterfalls, but are not dangerous, so don't worry, okay? Be careful with the crocodiles. little crocodile. Okay, come on. Ik dacht zeker dat ik met tegen een enge Spaan tegen een Spaan erop. Kom, ga mee! Kom, ze zijn nog nooit aan het huis, hè? Weten we dat er niks op komt? Hey,
Ik heb het eerst al getest in het zwembad bij ons. En het heeft het overleefd, dus dat moet vandaag ook wel lukken. Ja, ja. Dat doosje weg. Gaat het? Het gaat. We gaan lunchen. Ik heb het nodig, jong. Ik heb honger. En dorst. Ik ben gewoon 3 kilo kwijt, volgens mij. Dat is toch niet normaal, hè? Maar ja, we gaan zien wat we te eten krijgen, hè. Het zal smaken, hè, jong. Ja. Ja, goede spaghetti. Allee, springt er maar uit. Dankjewel. Ja, oké, dankjewel. Ik heb lange benen. Dankjewel. Perfect. Kijk. Een groot brood. Ik heb chorizo. En wat heb jij? Salami. Oh, dat gaat smaken. Ja. Uitgehongerde avonturiers. Wel een tij en duvel, hè? Even wachten, man. Pas op ermee. Ja, ze vallen op, Sjaar. Op, Lars. Ik had je kriek. Hij ruikt een kriek. Ja, ik kon niks zeggen. Stop met de vader. Vamos. Nu krijgen we uitleg hoe we van de waterval moeten gaan. Allee. Is dat toch... Helemaal nat, jong. De krolletjes gingen er ondergaan. Zo'n terminaal. Zie je het zitten? Ik heb toch een stresske. Ja? Wat heb je? Een stresske. Stresske? Ja, maar Karim zegt het maar, hè. Jij ziet het zitten? Absoluut. Ja. Onze durf al. Ja, zij durft alles, hè. Ik niet. Ja. Oké, ook, want je zit hier. Ja, nu moet ik wel. Ja, we gaan het zien, hè. Ze biedt als het overleeft. Hij kan ook zwemmen. Ja, kan wel zwemmen. Cool. De laars ook. Gelukkig, hè. Zij moeten naar voor en zij naar achter, hè. Ja. Ik vind... Is het de laatste wens? Ik vind al, als we iets doen met heel veel instructies, dat is nooit niet goed. Kom maar. Ah, jong! Speedlimit. Met wie liggen we z'n bieter om? Naar achteruit. Oh. Ik heb allemaal vol. Mowgli, we gaan met kalmen. Ai, ai. Dat is lekker een achtbaan. Ik kan er heel graag in. Maar dat tikken. Nou, laat ik, hè. Dit is tikken, hè. Oké, laat maar je best. Oké, let's go. My God, zeg. Dat is gewoon recht. We hebben het gered! En hoe was het? Het was
een ervaring. Ja. Was het ontspannen? Ja, ik vond het spannend en heel glibberig naar boven. Hè? Ja. Oh, dat was echt slippy, hè? Ja, die gaan we vanaf. Hebben jullie genoten? Ja. Perfect. Perfect. Een diepe zucht. We hebben het gered. Het was super fijn. Dat is zo fijn. Ja, ja. Ik heb er ook echt van genoten. Ja. Het broodje was lekker, hè? De lichte lunch. Simpel maar lekker. Goed kopknonder geweest, hè? Dat zien we wel hier. Maar ja, hoort erbij, hè? Ja. En echt goed gelachen. We hebben ons goed geamuseerd. We hebben ons heel goed geamuseerd. Zeker een aanrader in de omgeving om te doen. Ja. Ja, inderdaad. Ja, het avontuur vandaag loopt verder, want het is dinsdag vandaag. Het avontuur. Net of dat we zebiet gaan skyriden of zo. Nu toch genoeg te vertellen. Hè? Dus nu gaan wij zebiet, we hebben gezegd, want we zijn echt loom van de warmte en ja, de inspanning toch wel. Inspanning. En de hitte, hè? Dus wel weer warm. Siesta. Siesta hebben we wel verdiend. Hè? Oh, dat gaat deugd doen. Dan rijden we naar de Burger King. Het is weer Burger King tijd, want we gaan vanavond weer naar de cinema. En ik denk van toch niet op twee actieactiviteiten op één dag. Maar ja, het is dinsdag en het is, je weet, de Engelse versie is alleen maar op dinsdag, hè? Ja, maar je kunt nu toch niet zeggen dat de cinema een actieactiviteit is. We gaan toch een actiefilm kijken? Ja. Dus wij gaan een beetje rusten. Het was heel fijn, hè? Ja. Ja, oké. Het is redelijk hard beginnen waaien plotseling, maar we hebben bezoek. Kijk, ik wist dat hij hier ging afdraaien en dat hij naar hier ging komen. Dat is wel leuk aan die oprit die we hebben. Je ziet ze van ver af komen, hè? Nee, haast zwembad in. Hoe doe jij in het zwembad in? Haast. Haast. Leg het niet uit en... Wat? Heel een uitleg. Stap dan weer achter je kameel. Ik zie toch dat ze de juiste stoel vast hebben. Hallo. Ook wel heel speciaal mijn haar, maar ja, dat is van daaraf. Dus ze komen leveren onze tuinmeubelen, die zijn we gaan kopen. Dat hebben jullie gezien in de vorige vlog. We hadden vandaag helemaal niet afgesproken dat die zouden leveren. Die zouden pas volgende week komen leveren. Ineens krijg ik telefoon dat ze hier aan de deur staan en dat ze komen leveren. Het zal ook wel Spaans zijn, zeker. Maar ik ben er wel heel blij mee, want het komt nu toch goed uit. We zijn op tijd terug van het raften. Dus perfecto, hè. Daar heb je hem, de Big Chief. Ik heb gezien dat je die stoel ook gekocht had. Welke stoel? Deze. Heb je die ook gekocht? Ja. Dat wist ik niet. Oh ja, ik heb die gekocht. En past uw kussenke daar nu eens in, want dat heb je uiteindelijk nog niet gedaan. Ah, de dingen. Ja, de kussens hadden we al hier, hè. Weet je het nog in de vorige vlog? Dat we zeiden dat we er een mooi kussentje gingen inleggen. Ah, wel, dat was in die stoel. Je hebt dit net de goeie. Zo. Kijk eens, kijk eens. Kijk. Ik zei het op de vlog al, hè. Perfect. Hoppsa. Dan zet ik het dan als een oud ventje zo. Dan ga ik ook mijn schommels doen. Zo. En zo draaien. Dat is de eerste keer sinds dat we hier wonen dat je op een stoel zit. Ja, juist. Dat mag geen stoel. Goed, hè? Perfecto! En? Je doet dat toch graag, meubels ineens steken? Het is te veel kort, je bent. Ja. En dit is... niet leuk. Nee? Ik dacht het al toen ik het uitpakte. Ik dacht, dit is onnodig. En je moet hier veel geduld voor hebben. En dat heb je niet. Ik heb wel veel geduld, maar... Is dat toch geen probleem? Nee. Niet nu. En we willen dat natuurlijk direct in één hebben, hè? Tuurlijk. Ah, wel. Maar het is niet moeilijk. Het is gewoon ellendig. Ja. Ellendig. En het is ook veel te warm eigenlijk om zo'n dingen te doen. Ja. Eerst van de dag. Ja. Maar ja, de mens kan niet wachten. Nee, hè? Dan zit men hier bezig. Ja. Maar het gaat wel mooi zijn als het af is, hè? We zullen wel eens zien, hè? Ja.
Meteen goed inzetten, hè. Dat moet ingewijd worden, hè. Dat is ook zo. Ik vind dat dat een heel goede beslissing was. Ik vind dat wel. Om meteen te gaan zitten. En niet te vergeten waarom we naar Spanje zijn verhuisd. Gewoon in 2 weken, 3 weken bijna. Ja, 3 weken bijna. Dan wordt het tijd dat we een stoel hebben, hè. Dat vind ik ook. Ja. En dat we een apéro ook kunnen doen, hè. Ja. Zoals we vroeger deden. Ja. Ja. Allee. Kijk. We zullen eens chingen. Gezondheid, want dat gaat in de vrijdagvlog komen zeker. Ja. Ah, op ja. Het weekend. Op het weekend. Toch fijn hè, dat we weer kunnen aperitieven in onze tuinmeubeltjes. Ik heb ervan genoten. Ja, en ja. Dan kunnen we er alle dagen van gaan genieten. Ja, 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 inderdaad. Ja. Wat wou je nu zeggen? Fijn dat jullie weer gekeken hebben naar de vlog. Dat wou ik zeggen. Ja, inderdaad. Als jullie het leuk vinden, geef zeker een duimpje aan de vlog. Als je nog niet bent geabonneerd, alsjeblieft abonneer je ook op ons kanaal. Dat is voor ons heel belangrijk. Ja. En je mag ons altijd reacties geven hieronder de vlog. Mm-hmm. En misschien heb je wel een leuke vraag voor ons of een lastig dilemma. Ja. Die mag je ook achterlaten, want we pikken er elke keer een vraag of een dilemma uit om te beantwoorden in de vlog. Ja. En dat gaan we dus nu ook nog doen, want de vraag van vandaag was... Wat missen jullie het meeste van België buiten familie en vrienden? En ik ga daaraan toevoegen, je moet 3 dingen zeggen. Welke 3 dingen je mist uit België? Buiten familie en vrienden. Om de beurt moeten we eentje zeggen. Okay. Jij mag beginnen. Ja, dat was te denken. Wat ik dus al mis, en binnenkort niet meer, dat waren uiteraard de frituursnacks. Ah ja. Ja, dus ja. We hebben super veel tips gekregen. Ja. Super fijn trouwens, dank je wel daarvoor. Daar gaan wij ook mee aan de slag. Ja. Dat gaat jullie ook wel, denk ik, zien in de volgende vlogs. Hè. Die, met die persoon hebben we ook al contact gehad, die dat verdeelt. Dus, we gaan snacks hebben binnenkort. Sowieso. Sowieso. Het moet. Het moet. Want anders overleef ik dat hier niet. Ik wil een vleeskroketje. Ja. Ik heb op de site gekeken, ze hebben ook curry ketchup. Oh. Als ik iets moet zeggen wat ik mis uit België, dan zou ik durven zeggen de radiostudio. Ja. Ik heb hier natuurlijk mijn eigen studio en sinds dat we in ons eigen huis wonen, ben ik er ook heel blij mee, want het voelt wel weer professioneel aan. Maar zo het echte, de echte radiostudio, dat heb ik hier natuurlijk niet meer. Mm-hmm. En dat was zo toch voor mij wel een happy place. Ik kwam daar graag, ik kwam daar ook zo, kon daar mijn ding doen en ja, dus dat mis ik ook. Ja, dat mis wel mijn radiostudio. Dus ik kan nog steeds mijn radioprogramma maken, dus dat hoef ik niet te missen, maar wel zo die plek, die studio. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, nee, dat vind ik, dat begrijp ik. Wat ik ook mis is het, heel raar vind ik dat, maar het onbezonnen naar de winkel gaan. In de zin van, nu moet ik kijken naar de siesta-uren. Ah, ja. Dus, allee, de winkel, ik bedoel dan niet de supermarkt, want die zijn wel altijd open, maar zo de... Ja, alles behalve de supermarkt. Ja. Die zijn allemaal gesloten. Dus tussen 2 en 4, 2 en 5 meestal. Dus dat vind ik altijd wel een dingetje van... We hebben dikwijls al voor een gesloten deur gestaan van... Ah ja, het is na 2 uur. Ja. En dan valt de euro weer van... Inderdaad. Dat is nog wel een beetje wennen dat we altijd wel denken... Is het wel open? Constant moeten we denken... Is het al open nu? Of is het al gesloten? Weet je wat ik ook mis uit België? Oei, oei, nee. Rijsttaartjes. Oh, rijsttaartjes. Ik lust heel graag rijsttaartjes. Ja. Dat was mijn favoriete koek uit de bakkerij. Hier hebben ze ook wel bakkers, maar niet zo koffiekoeken en taarten, niet zoals we dat in België en Nederland kennen. Of we hebben het nog niet ontdekt. Of we hebben het niet ontdekt. Als iemand mij aan een rijsttaartje kan helpen, zijn de tips welkom. Ik heb het gevoel dat de mensen die denken alleen maar aan eten. Frituursnacks, rijsttaartjes, tips voor te eten en te drinken. Ja, ja. Ja, de drank moeten we hier niet missen, dat is hier genoeg. Zweg me van drank, hè. Dus op die website kun je ook al kersenvlaai kopen. Dat zal waarschijnlijk in de diepvries zijn, maar... Ja. En ja, dat vond ik een hele moeite, want ik had er ene en het is weg. Weer. O, het is weg. Ja, het is weg. Het is weg door uw rijstfly. Wacht, hè. Wat mis ik? Wat mis ik nog? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Dat mag niet. Je moet antwoorden. Ah, ja, ik weet het weer. Voilà. Ja. Wat ik dus heel graag deed in België,
één keer in de week, weet je het nog? Eén keer in de week kwam dat toe en dan vond ik dat heel fijn om te doen. Kwam toe? Dat kwam toe in de brievenbus. Het zal dus geen rekening zijn. Nee, dat vond ik verschrikkelijk. Reclamefolders. Reclamefolders. De rebaggas van de week. Ja, dus dat vond ik altijd fijn. We hebben onze vaste supermarkt hier, maar ik heb daar nog geen reclame van. En toch bestaat dat. Ik heb dat ook al gehoord van mensen, of ik zie... Ja, en ik wil dat niet... Ik ga niet met de folder door de supermarkt lopen, dat vind ik... Maar je moet het misschien daar meenemen. In de supermarkt liggen die ook, hè? Ja, maar is dat niet van de week... Ja, dat je daar al zei. Ja. Ook dat weer, mensen die hier wonen in het dorp of in de buurt, hoe moet ik hier aan reclamefolders geraken? Het is de hobby van de week. Ja. En nu jij, hè? Ja, dat is ook drie is toch moeilijk. Maar ziet ze? Ik heb er ook over zitten denken ondertussen. En ik ga kiezen dat wat ik ook mis uit België, zijn mijn kamerplanten. Kamerplanten. Ik houd enorm van planten in huis. En ik had heel mooie planten in huis. En ik heb die allemaal laten adopteren door familie. En de meeste staan bij mijn mama. En die doen het heel goed, want ik krijg regelmatig foto's, dus die zijn heel goed daar. Maar hier in Spanje heb ik geen kamerplanten. En wat nog erger is, het is zelfs niet zo makkelijk om hier in Spanje kamerplanten te hebben. Ja, dat wel. Ik hoor van mensen. Je kunt hier buiten fantastische planten hebben. En veel kamerplanten die in België binnen staan, kunnen hier buiten staan. Dus dat is wel heel leuk. Maar binnen kamerplanten is niet zo evident door de temperatuur. En ook heb je hier zo van die kleine vliegjes. En je hebt heel snel die vliegjes in je kamer planten. En als ze erin zitten, dan... Ja, en dat wil ik niet binnen, hè, die vliegen. Dus daar zit... Ik heb al genoeg. Ik zal wel dingen vinden om binnen planten te kunnen hebben, maar het zal niet zijn zoals ik dat in België had. Maar goed, dan doe ik het buiten, hè. Ja. Ik hoop dat dat een bevredigend antwoord was op de vraag van de week. Ja, inderdaad. Dus op zich valt al, het zijn geen super erge dingen. Maar, ja. Dus... Stuur vragen, de tips, de dilemma's, hè. Zeker door, want we vinden dat wel heel fijn, ja, om te doen, om te beantwoorden. Ja. Dat was ie. Dat was ie, hè. Dat was ie van de week. Dankjewel, ja, om te kijken. Ja, dankjewel. Niet vergeten, abonneren, liken en reacties. Ja, dat is echt We vinden dat belangrijk. Super fijn, super fijn. We hebben ook al gemerkt na onze vorige oproep dat mensen... Al andere mensen hadden gemotiveerd van, oh, je moet je abonneren. En oh ja, maar ik kijk al wel, maar ik ben nog niet geabonneerd. En nu zijn die ook geabonneerd. Dus ja, inderdaad. Geef het door. Geef het door. Spread the word. Ja. Heel belangrijk. We moeten global gaan. Super fijn. Dankjewel. Dankjewel. En tot de volgende keer. Adios. Adios. Hasta luego. See.